kermis had gestaan. Daar trad hij op als Mr. Matokari, de sterkste man van hier tot aan de maan. De kinderen, ze wisten waar die woonde. We stonden er geregeld op zijn stoep, omdat hij ons zijn kunsten nog vertoonde. Hij gaf ons limonade, op de tafel stond een trommelsnoep. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Ari, dat paste beter bij hem dan wanneer. Zat wel een keer in de penari, om ruzie thuis of 100 regels straf. Dan klopte je maar aan bij oma Ari, de zorgen vielen daar zo van je af. En al werd die oude kermisklant wat grijzer, voor ons bleef die nog trouw aan zijn beroep. Hij boog met blote handen staven ijzer. Hij gaf ons limonade, op de tafel stond een trommelsnoep. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Ari, dat paste beter bij hem dan beneden. Vanzelf niet eeuwig blijven duren, die tijd met oma Ari, onze vriend. Maar nooit vergeet ik al die fijne uren, voor mij heeft hij de hemel wel verdiend. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Ari, een eretitel mooier dan meneer. Een eretitel mooier dan meneer.